Nu is de vraag, in hoeverre gaan we dat de grens overbrengen? Ik denk dat het in dit geval heel goed is om als Nederland zijnde naar buiten toe groeperingen en activisten te steunen die opkomen voor seksuele rechten. Hier verschillen wij van het CDA. Waar wij voor hebben gepleit is om die gelden naar ontwikkelingssamenwerking weer naar 1% van het BNP terug te brengen. Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan. Dat willen wij ook. Ja. En ik zie als Nederland wel echt een grote verantwoordelijkheid als het gaat over abortus, als het gaat over jonge meisjes onderwijzen. De LHBTI's worden op veel plekken gewoon niet erkend. Ja. Daar kan geld ook aan bijdragen. Het is er goed in om altijd naast die koopman ook wel die dominee te zijn. Wegkijken voor de problemen en daar doe ik niet aan.